We gaan wat anders doen dan de rest van de dag. Wij kregen van de organisatie de vraag van, goh, aan het einde van de dag kakken mensen altijd een beetje in. Kunnen jullie iets doen wat een beetje interactief is? Nou, we hadden allerlei bordspellen bedacht en ik kan ook op zich een aardig idee, maar ik moet nog rijden, ik drink niet, geloof me, is geen goed idee. Dus dat gaan we niet doen. Nee, we hadden van alles verzonnen en toen dachten we, weet je wat, er is iets waar we bij Yoast best wel goed in zijn. Naast SEO is dat commentaar leveren op anderen. Nou, persoonlijke specialiteit, alleen het moest ook inhoudelijk zijn van Marcel. Dus dacht ik, weet je wat, we pakken gewoon een paar mensen met inhoudelijke kennis en we gaan het een beetje combineren. En commentaar geven is leuk, maar commentaar geven doen we natuurlijk alleen maar opbouwend, positief. Licht kritisch soms, maar wel met toestemming. Dus in de voorbereiding hebben wij gekeken naar, oké, welke sites zijn nou leuk om als je in Rotterdam bent toestemming voor te vragen. We zijn begonnen bij Blue City. Nou, jullie hebben het vast al gemerkt vandaag. Blue City, super sportief, dus die zeiden meteen, gaaf, doen. Dus Blue City, gaan we zo meteen even naar de website kijken. Wat is er nog meer leuk in Rotterdam? Lee Towers hadden we niet aan gedacht. Sparta. Contact gezocht met Sparta. En Sparta zegt, hey, weet je wat? Dat is eigenlijk best wel een leuk idee. We kunnen er zelf helaas niet bij zijn, maar we kijken de video wel even terug op WordPress TV om te zien of er voor ons goede tips tussen zitten. Super sportief. Wat is de grootste sportclub van Rotterdam? Ik hoopte dat er iemand heel hard zou roepen, Feyenoord. Jammer joh, die zijn niet zo sportief, die doen niet mee. Die durven het niet aan. Klik zelf een keer door een website en dan snap je meteen waarom. Dit kwam ook op WordPress.tv. Ik weet zeker dat de mensen bij Sparta dit leuk vinden. Oké, we gaan beginnen met Blue City en met Sparta. En zoals gezegd, ik hou me ver van de inhoud. Daar hebben we experts voor. Waar gaan we mee beginnen? Blue City. Blue City. Ja. Ben, zou jij Blue City op het scherm willen toveren? Nou, Blue City hebben we vandaag natuurlijk al veel over gehoord. En wij hebben gisteren en vandaag ook alvast even naar de website zitten kijken. En dit is de homepage. Hier beland je dan op. En eigenlijk denk je van, nou, het ziet er mooi uit. Maar bij mij komt meteen het gevoel naar boven van, wat is dit? Waar gaat dit eigenlijk over? Ja, je kunt wel heel mooi al je stiftjes pakken en aan een mooie tafel zitten en iets kleuren. Maar ja, wat staat hier? Kunnen jullie lezen wat hier linksonder staat? Ja, wij zitten ervoor, hè? Nou, die groep, ja, die groep. Kun je dat lezen? Ja, wow. Nou ja, net contrast is ook niet helemaal. Zou je hem kunnen refreshen, Ben? Ah, oké. Is het iets chemisch? Of wat zijn we hier aan het doen bij Blue City? Ja, ik heb nog steeds geen idee eigenlijk. Het plaatje verandert, het ziet er nog steeds wel flitsend uit, maar... Het ontbreekt voor mij heel erg eigenlijk midden op die pagina iets, een idee van waar gaat Blue City over en wat voor dienst bieden ze aan? Wat willen ze nou eigenlijk, wat wil je nou dat je bezoeker op deze website komt doen? Scroll eens naar onder, Ben. Ah, kijk, daar komt het. En dus dan zie je eigenlijk meteen van, een begrip wat vaak voorkomt is iets below the fold. Zit het eigenlijk onder de zogenaamde vouw. En je ziet dus eigenlijk niet dat er onder nog veel meer informatie te vinden is. Pas als je scrolt, vind je dat. Maar heel veel mensen scrollen niet. Die hebben geen idee dat daar nog wat onder zit. Dus je haken een heleboel mensen eigenlijk al af. Vervolgens kom je dan eigenlijk hier bij 3 knoppen. En nou hebben we toevallig vanmiddag gezien dat er nog aan de website gewerkt is. Want gisteren... ik heb geen idee, maar gisteren heb ik ontdekt dat die 3 knoppen waarvan je denkt... Nou, dat zijn de 3 kernknoppen van daar wil je wat mee doen... daar wil je bezoekers naartoe leiden, dat die allemaal teruglinkte naar de homepage zelf. Dus dat je nergens op kwam. Ja, dat is niet zo handig, zeg maar. Nee, en nou ja, wat
Weten jullie, nou, hebben jullie nou een beeld van wat Blue City de mensen biedt, levert? Nee, hè? Nou, ik denk dat dat toch wel een van de meest belangrijke dingen is voor Blue City, om dat echt meteen duidelijk te maken. En Ben, zou je eens helemaal naar boven willen scrollen? En dan hebben we hier zo'n heel fijn hamburgermenuutje, zoals dat heet. En dat is heel relaxed voor mobiel. Maar als je toch op een desktop zit, zou je toch gewoon het menu al willen zien. En eigenlijk gewoon weten, waar kan ik al op klikken en niet. En over ons, begin, over Blue City, memberships. Heel interessant. Memberships, kan ik dit worden, Ben? Wil je daar eens op klikken? Oh, oké, een Circular Challenge 2017. Oké, interessant. Maar ja, is dit interessant voor mij op dit moment? Misschien over Blue City. Zou je daar eens op willen klikken? Waar vonden we... Oh nee, helemaal... Waar vonden we nou dat ene? Met die tekst? Oh, veel gestelde vragen. Kijk, dat is handig. Trouwens een enorm menu waarvan je denkt... Nou, misschien kun je sommige items wel onder een ander item scharen. Dat toch net iets behapbaarder wordt. Oké, nou, wat lezen we? Blue City is een circulaire voorbeeldstad midden in Rotterdam. Binnen ons ecosysteem van sociale ondernemers en radicale disruptanten bestaat zoiets als achterhaald afval als afval niet. Wat? Wie weet daar hier wat een circulaire voorbeeldstad is? Jullie hebben het vanochtend gehoord. Oh ja, ik was er toen nog niet. Nou ja, ja dit zou mij als iemand die even meer wil weten, toch soort van achter het hoofd krabbelen en denken, weet je, laat maar, ik zoek wel gewoon iets anders. Ik heb wel even een vraag voor jullie, want we hebben natuurlijk best wel wat dingen bekeken. Wat is nu, wat zijn de 2-3 dingen die ze echt moeten doen bij Blue City? En dan gaan we door naar Sparta. Ja. Wat ze echt moeten doen bij Blue City is, ze hebben een heel duidelijk visie en concept van waar zij mee bezig willen zijn. Maar dat staat ook nog even los van wat voor producten en diensten wil je nou eigenlijk aanbieden en hoe speel je daarop in, dat die mensen echt bediend worden op jouw website. Dus wat mij betreft heel duidelijk maken, ergens in het menu komt wel terug van, we verhuren eigenlijk zalen voor evenementen. Er is iets met memberships, misschien valt daar wat uit te halen. We bieden wat kantoorruimte voor andere organisaties die ook iets met het concept Blue City doen. Maar dat is allemaal heel zijdelings wordt dat benoemd. En heel veel aandacht gaat uit naar wat wil Blue City uitstralen. Waarmee je denk ik ook mensen afstoot. Dus maak dat heel duidelijk van wat wil je aanbieden. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Denk vanuit de gebruiker. Sparta. Precies, dat is een mooi bruggetje. Kom maar door. Ja, kijk, waar Blue City heel erg alles terugbrengt naar een mooi beeld en een klein beetje informatie, gooit Sparta gewoon alles meteen in je gezicht. Alsof je de keeper bent, terwijl de hele team voor je staat en ballen naar je trapt. Want ja, wat moeten we hier nou mee? Er zijn een hoop focusdingen en er wordt ook eigenlijk niet echt visueel onderscheid gemaakt tussen die dingen. Want alle blogposts hier neem ik aan dat dit allemaal zijn en die worden allemaal tegen elkaar aangedrukt en die hebben een beetje dezelfde tinten. Dat loopt in elkaar over en vooral die linksonder, die heeft eigenlijk gewoon dezelfde kleurstelling als die, ja, ik neem aan dat het een banner is aan de zijkant. Dus waar begint het een, waar houdt het ander op? Dat is vrij onduidelijk. En ja, ook heel veel navigatie zie ik. Als je even... we hebben boven een topmenu. Daar staan eigenlijk heel duidelijk de doelgroepen omschreven. Dus je weet als je binnenkomt wel bij welke groep je hoort, als het goed is. Daarnaast klapt er nog een menu uit. En als je verder klikt, Ben, dan zie je dat er nog veel meer onder zit. Ik zou Sparta adviseren bij 1 minuut te houden en vanuit die pagina door te gaan naar een volgende menu. Omdat hier gewoon veel te veel te zien is. Wat ik ook mis is, waarom zou ik Sparta-fan moeten zijn? Er zitten hier heel veel voetbalclubs volgens mij in Rotterdam, maar waarom is Sparta nou de beste? Zowel voor de fans zelf als mensen die nu op de website komen, denk ik dat je dat absoluut als eerste moet laten zien. Als we doorklikken naar een willekeurig artikel. Ja. Het duurt ook best lang.
deze valt nog mee, maar er zijn artikelen die echt heel lang duren, waarbij je eigenlijk al weg bent voordat je iets gezien hebt. Dus ook qua snelheid kunnen ze zeker nog wat optimaliseren. Ze hebben breadcrumbs, maar zoals je ziet, heel klein. En qua contrast zijn ze bijna niet te lezen. Het is zelfs zo, als je op een witte pagina komt, dat het een witte tekst staat met een kleine schaduw eronder, om toch iets van contrast erin te brengen. Dit is een artikel, een nieuwsartikel. Wat ik aan zou willen adviseren is in het topmenu het menu-item nieuws mee te nemen. Wat je zou verwachten is dat je hier categorieën ziet, tags, gerelateerde artikelen, niks van dat. Dus je zit op een artikel waar ook nog qua content vrij weinig op staat. Er zitten geen linkjes in waardoor je verder kunt. Je moet eigenlijk gewoon terug naar het menu. Wat dan jammer is, is dat het vaandel aan de linkerkant, waarvan je verwacht dat je daarmee teruggaat naar home, teruggaat naar bijvoorbeeld clubliefde. Even. In dit geval gaat hij netjes terug. Maar verkeerde voorbeeld. Maar hij gaat vaak terug naar of zaken doen of maatschappelijk. Dus nog een van de minuten items en niet naar, naar de homepage. Wat ik heel erg mis is, vooral op een website waar zoveel te vinden is, waar zoveel informatie is voor zoveel verschillende doelgroepen, is een duidelijke search. Hij staat er, maar hij is vrij klein. En ik zou hem vooral op deze website daar een flinke balk neerzetten. In ieder menu, want er is in ieder menu-item heel veel terug te vinden. Wat ze daar wel goed doen in het menu, is ze aangeven dat er natuurlijk nog meer onder zit. Dus die tekentjes, daar maak ik goed gebruik van. Ik vraag me wel af of het lettertype in het menu niet te klein is. Sparta is natuurlijk een site waar zoveel verschillende mensen op komen, zoveel verschillende doelgroepen, dat ik denk dat ze daar wat beter rekening mogen houden. Of jij hem nog aan wil vullen, Tim? Zeker. En iets wat ik ook mis op deze site is, ja, als je fan bent van een voetbalclub, dan wil je toch naar die voetbalclub toe, lijkt mij, af en toe. Want ze zullen best wel eens spelen, neem ik aan. En als fan, ik kom hier en denk van ja, tickets, maar wanneer spelen ze dan? Wat is de volgende wedstrijd? Daarvoor moet je echt helemaal doorklikken voordat je... Oh, kijk aan. Die was me dus niet eens opgevallen in dit hele geweld. Ja. Kennelijk zijn deze... Volgens mij is het ook zo dat hij niet altijd zichtbaar is. Dus ik denk dat als we een paar keer refreshen, dat hij ook verdwijnt. Het zou ook heel erg afhankelijk zijn van deze blogpost. Die kennelijk volgens Sparta belangrijker zijn dan dat ze mensen trekken naar hun volgende wedstrijd. Dus ja, twijfelachtig. Maar ik vind de kleuren in ieder geval wel goed. Het is wel overweldigend, maar ze maken in ieder geval wel goed gebruik van kleur. Het is geen monotone website. Er is genoeg te zien. Ze moeten het alleen kijken hoe ze het beter kunnen ordenen. Dat ze meer focus kunnen trekken naar echte dingen die belangrijk zijn. En die niet wegstoppen in hoekjes. Koop je tickets is ook echt best wel ver rechts in de bovenhoek. Het is goed dat ze hem een andere kleur hebben gegeven. Dat het wel echt duidelijk is dat dat de call to action is. Maar ja, als je eerst die hele rij af moet en dan ook nog hier van alles gebeurt, dan ja, je verliest gewoon heel veel aandacht daaraan. Terwijl dat volgens mij is wat je als club zou willen. Kijken vanuit de voetbalfans in onze gelederen.